Nou, collega's zien nut en noodzaak niet van deze maatregel. De vraag is altijd, waar dient de veiligheid, waar komt de veiligheid hiermee in het gevaar? Want daar zijn we uiteindelijk voor, om op te treden als er gevaar dreigt. En op dit moment is er geen probleem als het gaat over gezichtsbedekkende bekleding. Nou, dit staat voor, wat ons betreft, voor symboolpolitiek. Voor welk probleem is dit nu een oplossing? We zien het niet. De vooronderstelling is dus dat de betreffende vrouwen gedwongen worden om een niqab te dragen, een vorm van gelaatsbedekking te dragen. Nou, onderzoek heeft laten zien dat de overgrote meerderheid van de vrouwen in Nederland althans, die gelaatsbedekkende kleding dragen, dat nadrukkelijk uit vrije wil doen. Het tweede punt dat ermee verband houdt is, als die vrouwen al verplicht zouden zijn om het te dragen, dat het dan natuurlijk merkwaardig is om hen te bestraffen. Want dan bestraf je in feite degene die het slachtoffer is van de dwang. Ik voorzie dat er weinig wordt opgetreden tegen dit verbod. De eerste collega heeft zich inmiddels al gemeld bij ons op basis van gewetensbezwaren en die zullen wij met kracht gaan bijstaan. Je kunt veronderstellen dat als de dames hier inderdaad bekeurd gaan worden, dat ze zich ook tot het Europese Hof gaan richten. Hetzelfde is gebeurd in Frankrijk, dat zou natuurlijk hier ook kunnen gebeuren. En je kan je ook allerlei andere actievormen gaan bedenken, want zoals hier, nou, een klein voorbeeld, hè, er is een bekende YouTube-video inmiddels, waarbij dames een boerka afdoen en er vervolgens een chirurgisch masker onder naar voren komt, want dat mag wel. Speur ik iets van, ik weet niet of ik het juist formuleer, burgerlijke ongehoorzaamheid, politionele ongehoorzaamheid? Nee, absoluut niet. Ik denk dat de burgers van ons mogen verwachten dat wij op een juiste manier de wet toepassen. En dat betekent dat je bij een overtreding het ene moment waarschuwt en het andere moment bekeurt. U ziet de eerste boete nog niet snel worden uitgedeeld? Ik zie de eerste boete op dit moment niet snel uitgedeeld, omdat er op dit moment volgens mij ook geen gevaarzetting is. En dus wordt er ook niet tegen opgetreden op dit moment en zal er ook niet snel bekeurd worden, nee.